bellen. Nou, nog even naar in de pyjama. In ons bus. Was ze eigenlijk zo dankbaar voor. Dus, De zegeltjes van Ad. Zeven zwangeren. Nou, precies. Ben je op de fiets? Piept. Gaan we eens naar kijken. Daar zijn een schoen verwarmen. En dan valt het dure gat. Ook nog. Een kruisvogel-ei. Ja. Split. Tadaa. Kijk, schatje. Super schattig. Ik ga dit tegen je. Dat zit van groot. Kom maar naar thuis. Was het leuk op school? Wauw. Vergeten. Een hele goede. Morgen. Welkom weer aan deze nieuwe vlog. Wij zijn de Dalliga's. Familievloggers. En het is welke dag? Het is vandaag maandag. Zo vraag. Hey Google, welke dag is het? Hey Google, welke dag is het? Het is maandag 25 oktober 2021. Ja, 25 oktober 2021. Ja, en, hey Google, hoe laat is het? Het is 6:58 ochtends. 6:58 morgens. Nou, je ziet het goed. Wij hebben even een lekker kampvuurtje gemaakt. Want wij dachten even wakker worden bij de vlammetjes. Is wel zo leuk. Dus kijk vanavond gezellig met ons. Nee. Kijk, hè. We hebben even kampvuur gemaakt hier in de woonkamer. Ja. Weet je wat ik leuk vind nu? Zo zonder lampen. Ja. Zie je extra die vlammetjes. Ja. Nou, even lekker wakker worden. Ik ga je broodtrommels maken voor school. Ja, is goed. Je hebt mama al wakker gemaakt, hè? Ja, mama. Die gaat zich nu aankleden. En Lucius die slaapt nog. Nou, lekkere broodjes boterhammenworst. Mee in de broodtrommel. Appeltje mee. Een fles drinken. Schot als klaar. En dan nog even. Oh ja, ze heeft ook als ontbijt een broodje boterhammenworst. En Lucius hier lekker bij je koekjes. Goedemorgen. Sorry. Wat is ik kan niet hier. Oh. Kijk. Och, moet ik dat helpen maken? Hier, dit hier. Oh, wieltjepot, ja. Ik heb hier bakpan mee. Oh ja. Ja, ga ik opnieuw maken voor je? Ja, ja. Lekker gaan slapen? Ja. Kom eens even naar voren. Papa en Leon hebben een kampvuurtje aangestoken. Ja. Geef je broer maar eens een kus, kijk eens. Ga je nog even vlammetjes kijken met broer? Ja. Mooi. Oh, ja. Oh! Hier is mijn deeltje. Ja, gaan we nog even lekker met broer spelen. Ik heb jullie ontbijt bijna klaar, goed? Nee. Zijn mama en Lucilla en Lucie is ook al bijna klaar? Ja, mooi nog even haar toe. Oké. Zijn jullie met haar klaar? Ja. En ik zie nog even tandpoetsen. Okido. Dan ben ik gewoon maar daar zingend aan. Ja, goedemorgen, mijn liefste. En lieve Lucilla. Hey. En lieve. We zijn weer. Lucie is. Ja. Hey. Vrolijke jongen. Hij heeft vannacht een klokje doorgeslapen. Ja. Toch? Ja, ik heb het ontbijt al klaar staan. Schooltasjes aan leren pakken. Ja, waar zijn jullie al een luxe? Ja, die zaten jullie te wachten. Waar dan? Aan de bar. Waar dan? Zijn hier? Oh. Ja, zaten even te wachten. Jullie. Even schermpje staan. Hé, hey. Jullie ontbijten? Kom, aan de bar, kinderen. We gaan naar school vandaag. Ja. Hé, hey, we gaan naar school. Lekker naar school. Ja. Hé, heb je vriendjes al gemist, hè? Zin in, toch? Nee, of vriendje en vriendinnetje. Vriendjes en vriendinnetjes. Nou, kom kids, lekker ontbijten. Nou, Lulz, ik had nog precies brood genoeg voor jullie. Dit was echt het allerlaatste broodje. Moet een nieuw brood te halen. Ja, alles is op. Ja, Alexie? Ik zijn wauw, kun je al een split? Hé, hey, ik heb voor jou lekkere bijenkoekjes gemaakt. Ja, de brood is op, die moeten we kopen. Dus ik had nog wel wat bijenkoekjes, goed? Heb jij een beetje zin in school? Nee. Niet? Nee. Dan zien jullie voor je vrouw weer. Ja, maar dan ga je lekker weer leren lezen. Maar dat is een beetje saai. En je vriendinnen weer zien. Nou, het is altijd even de maandagochtend, hè? Dan heb je net lekker vrij gehad. Ja, Luan die gaat ook naar school. En jij gaat ook weer naar school, spelen we de vriendinnetjes, de vriendjes. Ik heel leuk op school. En Luxie vindt het heel leuk op school, hè? Ik heb het op mijn school. Ik heb mama bellen. Stiekem op school mama bellen. Oh, handig. Dat is wel gezellig. Ja. Even bellen. Hé, mama, alles goed, hè? Kijk eens, mevrouw. Met een neptelefoon, hè? Voor u. Ja. Hagelslag met letters. Wat zeg je dan? Lekker kussen, je broer en zus. Een zus.
dat? Nee, dan gaan we het wel weer missen. En Lucie gaat ons helpen boodschappen doen. Ja, Lucie gaat helpen boodschappen doen. Alles is wel. Maar mam, je ziet de haartjes niet zo goed omdat het doorzichtig is. Ja. Heel blond. Heel blonde haartjes. Ja. Goed vanzelf. Mama weet dat ze blond wordt. Blond, ja. Ik denk ook wel dat hij blond wordt. Ik denk niet dat hij zwart wordt. Nee, dat is papa. Maar dat is heel papa heeft geen zwart haar. Nee. Papa heeft donkerblond haar. Hey, maar als jullie het brood op hebben, doen we de laars en de jas aan. Neem even afscheid van opa en oma. Ja, de opa en oma waren dit afgelopen weekend, ons laatste vakantieweekend, bij ons logeren in de camper. Ja. En die zijn er nog steeds. Dus het is misschien wel leuk om even gedag te zeggen voordat jullie naar school gaan. Oh, ja. Zullen we dat doen? Ja. Nou, laarsjes. Laarsjes aan. Allemaal. Schooltassen mee. Ja. En even bij opa en oma dag zeggen. Even dag zeggen. Nou, op. Ja, het is ook naar school. Heel donker buiten, ja. Ja, over 10 minuutjes. Hè? Nou, nog even naar opa en oma met de camper. Gaan we even zwaaien. Ja. Inladen maar. Zo, nou even gedag zeggen. Opa en oma. Kijk eens. Even lamp aan doen, maar even. Succes op school. Oh, zo wel. Nou, nog in de pyjama. Lekker vroeg. Hé, hey, opa zit er voor het raampje. Zwaai maar naar opa voor het raampje, jongens. Dag, opa. Opa ligt op de bed. Ja. Nou, draaien jullie dan maar even een ja. Wij brengen de kinderen naar school en halen de boodschapjes. Was gezellig, hè? Doei. Nou, op naar school. In ons busje. Oh, mama. Nou, tot vanmiddag. Ondertussen zitten wij in de auto. We hebben net de kinderen even weer naar school gebracht. Luxie gaat ook naar de buitenspeelzaal. Lucius die ligt lekker te slapen in zijn Maxi Cozy. En wij zijn onderweg naar de supermarkt. Om weer de boodschappen in huis te halen na de vakantie. Ja, misten we weer het gezonde groente en fruit, het verse. Dus het vers gaan we even halen. Ja, citroenen. Citroenen? Ja, dat was dat die, weet je, dat bam bam drankje of zo. Ja, ja. Ja, jij wilde weer citroenen. Maar citroen ligt nog in de koelkast, hè? Nee, dat je citroenen was op, volgens mij. Nee. Of ze waren verschopt. Ja, dat zal het wel zijn. Ja, want mijn nieuwe citroen. Nou goed, wij rijden in ieder geval hier over de mooie bosweggetjes heen. Weer naar... dorpje, Dalfsen, gaan we nu boodschappen doen. We hebben ze namelijk... Even lekker tijd met de story op. We hebben ze ook een Lidl. Ja, absoluut. En aangezien Daniel graag altijd naar de Lidl gaat. En die is niet in ons dorp. Moet je toegeven. Nee, ik ga ook wel graag naar de Albert Heijn of naar de Aldi. Groente en fruit vind je dat fijn. Groente en fruit, geef ik je gelijk. Heeft Lidl toch wel de hoofdprijs, wat ons betreft. Dus vooral daarvoor gaan we nu naar de Lidl. En ja, dan zitten we even een tijdje in de auto, want dat is het volgende dorpje. Maar dan hebben we even weer een beetje tijd... voor elkaar. Want het was wel leuk hoor, de herfstvakantie. Dan zijn we natuurlijk gewoon non-stop met elkaar. Met de kinderen en alles. Maar dan ben je overdag eigenlijk alleen maar meer bezig met gewoon het gezellige gezin zijn. En familie en voor de kinderen. Maar echt een beetje quality time voor elkaar. S'avonds ben je back af. Normaal gesprek te voeren hoor je de tijd. Mama, papa, val ons langer in de reden. We zijn er weer even te praten. Wat logisch is. We hebben de herfstvakantie in ieder geval weer goed doorbracht. Ja, zeker. We hebben een hele leuke, leerzame herfstvakantie achter de rug. Een echte herfstvakantie in het bos met het herfstweertje. En nu weer terug in het ritme. Ja, opa en oma zijn denk ik voor nu voor het laatst. Ze gaan straks ook weer naar huis, denk ik. Ja, ze gingen nog wat dingetjes opruimen. En rond de lunch zouden ze volgens mij weer vertrekken. Dus die gezellig. Zijn straks ook wel weer weg als Luan en Lucilla thuis komen, denk ik. Dan wel, denk ik. Dan wel. Die hebben een lange dag vandaag. Maar het is mooi aan hun te zien, hè? Gepensioneerd, vanaf het lekker nog uitslapen. Ja, alle tijd. Gepensioneerd leven. Heerlijk toch? Opa en oma. Ja, als onze kind straks de deur zijn, dan zijn we ook gepensioneerd. We zijn ook gepensioneerd. Als je doet wat je passie is, ben je. Ja. Als je onze creatieve ondernemer niet werken noemt, dan is het inderdaad pensioen. Maar heerlijk om ze zo te zien genieten. En ook vooral mijn vader en moeder bij ons te zien genieten in de camper. Ze zijn zo blij met de stal. Ja. En de tuin. Oma zei van, heb je die potten gelegd? Dan kan ik nog weer wat omkozen aan trekken. Daar bij die fruitbomen ben ik nog niet aan toegekomen. En die groene vingers. Ze hebben echt groene vingers. Dat is heel erg lief. Ja. En ook heel erg leuk zo samen te kunnen zijn. Maar voor we het weten... Zijn we oud
en de deur uit. Oh, houd hem afgedankt. Dat ik het niet gezegd heb. Maar serieus, misschien wel een goede vraag, hè? Wanneer ben je eigenlijk gepensioneerd? Wat betekent het woord pensioen eigenlijk voor je? De pensioen is in het leven gebracht, dat als je een loopbaan neemt, hè, heel veel jongeren zitten op school en die worden geconditioneerd, je moet goede cijfers halen, een goed diploma halen. Want dan word je notaris, of een advocaat, of een arts, of een chirurg. Hè, of je neemt een loopbaan als machinist, of conducteur, of bakker. En dat is prima, een loopbaan, fantastisch dat het er is. Maar aan die loopbaan is een systeem gekoppeld dat je een pensioen opbouwt. Elke maand van je salaris wordt op een stukje op een spaarrekening gezet voor je pensioen. Voor je oude dag. Ja, dat was vroeger toen ik... En dat betekent eigenlijk dat als je je oude dag hebt, dat je dan niet meer hoeft te werken. Nee. Dan kan je eigenlijk gaan doen wat je leuk vindt. Hè, dat is wat veel mensen hebben. Maar als ik nu zeg, van wat betekent dus eigenlijk pensioen? Voor ons, wij bouwen geen pensioen. Nee, maar eigenlijk, wij bouwen wel pensioen op. Ja, dat doen maar we zelf. Maar eigenlijk doen we zelf. Maar eigenlijk betekent dus pensioen gaan doen wat je leuk vindt. Dat iedere dag. Dan heb je het gevoel dat je een pensioen... Niet meer naar je werk hoeft. Dat is pensioen. Ja, nee, maar ik bedoel, dan gaan mensen dus doen wat ze leuk vinden. Hè? Zoals je ouders, lekker uitslapen in de camper. Die gaan er lekker op uit. En je hoeft niet ergens op een dag te zijn. Maar eigenlijk betekent dus pensioen een soort van vrijheid. Op het moment dat je dus iets doet, wat je dag in en dag uit leuk vindt om te doen. Ook al brengt dat je kost, ook al brengt dat geld in het laadje, zeg maar. Dan heb je eigenlijk ook al het gevoel dat je met pensioen bent. Stel nu, je bent boer, maar even boeren het voorbeeld te geven. En je bent iedere dag aan het doen wat je leuk vindt. Ja, maar hij is weer hoogst hier. Ja, die is iedere dag met de koeien bezig in de natuur, met de dieren en op zijn land bezig. Met zijn tractors, met zijn als een apparaat wat hij zo gaaf vindt. Ja, en dat brengt uiteindelijk geld in het laadje. Daar kan hij zijn boterham van betalen. Maar als die boer dat echt iedere dag heel erg leuk vindt, dan is dat toch eigenlijk ook al pensioen. Ja, absoluut. Toch? In Japan werken ze ook tot ze heen gaan. Hè? Ja, omdat ze dat ook. Dat geeft dus zingeving. Ik denk dus echt dat op het moment dat je dan inderdaad die zingeving niet meer hebt. Van nou, ik ben nu met pensioen. Jouw ouders die hebben elkaar al goed. Die weten wel wat ze kunnen doen. Maar ik kan me voorstellen dat je ook wel in een gat komt. Als je niet meer echt naar je werk gaat. Terwijl je daar zo graag heen ging. Ja. En je hebt ook wel eens mensen die zeggen van ja, ik moet met pensioen. Maar ik wil helemaal niet met pensioen. Ik wil gewoon werken. En die gaan dan of vrijwilligerswerk doen of toch iets van werk doen om nuttig te zijn, zeg maar. Ik weet nog dat ik toen ik bij de Manfield werkte, in de schoenenwinkel, had ik een hele lieve oudere baas. Maar hij was echt ieder jaar in het aftellen voor zijn pensioenleeftijd inging. En toen, weet ik ook nog heel goed, toen kwam er een regeling dat mensen langer moesten werken. Ik weet nog dat hij heel kwaad was. Gewoon naar boos was, gewoon van... Gefrustreerd van, ik dacht dat ik nog maar een jaar hoefde en nu moet ik nog 4 jaar. En toen had ik al zo'n knopje in mezelf, zo'n gevoel in mezelf van, nou, dat kan toch niet de bedoeling zijn dat we zo ons leven doorgaan. Dat we leven totdat we bij die pensioenleeftijd zijn en dan pas eigenlijk gaan genieten. Goeie vraag voor vandaag. Wat zou jij iedere dag willen doen als je met pensioen bent? Dus iets om over na te denken. Wat zou jij iedere dag willen doen als je met pensioen zou zijn? Ik kan hem nog korter maken. Wat is je droom? Ik ga dat doen. Nee, maar wat zou jij doen? Eigenlijk wat ik zou... Ja, ik ook. Ik zou het nog steeds blijven doen, ook al zou het niet hoeven, zeg maar. Dan zou ik dit nog steeds blijven doen. Ik maak altijd een videodagboekje van wat ik beleef. Gewoon dat het zo fascinerend is en zo in ons zit. En zo voldoening geeft en erkenning geeft en zingeving geeft. Zou ik dit nog steeds blijven doen? Ja, maar dat is ook leuk. Dat is eigenlijk een andere reactie. Die zei van ja, jullie vlogjes zijn zo opbouwend. Ik heb me heel erg lang gedeprimeerd gevoeld. En maar jullie vlogs laten me gelukkig ook weer anders denken. Dat ook. En dat is zo fijn te horen, dat onze passie, hè, onze ambitie om elke dag een mooi herinneringvlogje te delen met dan ook jullie. Hè, we houden niet privé op ons eigen memory stickje, maar we delen het. Ja. Dat het dan ook zoveel positiviteit mag brengen. En daar ben ik zo dankbaar voor. En ook voor jullie lieve fans. Ontzettend bedankt voor de lieve reacties die we krijgen. Dat jullie ook zeggen van, hè, jullie doen zoveel dingen met de kids waar we mee mogen genieten. En mee mogen beleven. Ja. Dat een heel dankbaar gevoel geeft. En ik kan het eigenlijk niet omschrijven, maar als je mij zou vragen van... wanneer ben je klaar? Wanneer stop je ermee? Dit is wat wij heerlijk vinden. We stoppen, we vinden het heerlijk. Het is echt ons. Ja, wat moet ik dan doen, zeg maar? Daar zit ik voor me uit te concluderen.
ik vind het leuk. Ja, het vond ik ook heel mooi van die Japanse wijsheid. Moet je maar eens nazoeken misschien. In Japan stoppen ze gewoon niet met werken. Nee. Omdat ze echt daar. En dan word je ook, met mensen. Je hoopt dan dat je ouder wordt. Als je gezondheid ertoe laat. Maar dat vind ik ook heel mensen mooi. Mensen blijven zingeving houden. Dat vind ik ook heel mooi te zien aan mijn ouders. Die zijn natuurlijk. En mijn vader was op een gegeven moment op zijn pensioenleeftijd. Wat heeft jouw vader gedaan? Mijn vader was spoorman. Die werkte vroeger bij het spooronderhoud. Ja. Van hele grote gele machines, een beetje technicusachtig. Bij de trein, hè? Ja, dat ze de railbaan moesten recht lezen, nieuw grind, nieuw ballast onder. Nou, mocht ik wel eens mee. Mijn papa was heel erg spannend. En jouw moeder? Wat heeft jouw moeder gedaan? En mijn moeder was altijd thuis, een huisvrouw. Die zorgde eigenlijk altijd voor mij en mijn twee zussen. En dat was ook heel erg fijn, want als we uit school kwamen was er altijd op woensdagmiddag een kroketje op het brood. Op vrijdagmiddag kregen we een spiegeleitje op het brood. Weet je, het waren altijd hele warme momenten dat mijn moeder er altijd was. Ja, en het fijne is, wat ik dus wel aan mijn ouders ook heel mooi vind te zien, toen hun papa dus met pensioen kon, hebben hun ook weer een nieuw doel gezocht. Dat is voor die stichting naar Afrika. Ja, kregen ze dus weer een doel, zingeving. Kregen ze een stichting. Christ Hope, waar ze zich toen volledig voor hebben ingezet. Ja, dat is directeur en directrice. Ja, voor dat goede stel doel. Voor een aidsvrije wereld na het jaar. Dat was heel mooi. Toen mochten ze Tanzania, Zimbabwe, Namibië, noem al die landen maar op. Wij mochten mee naar Kaapstad toen nog een keer. Ja. Toen Luan in de buik zat. Maar dat heeft hun toen ook weer 10 jaar lang een drive gegeven. Ja. En nu merk ik een beetje. Dat pauze, nou, waarop jullie met de tuinen, met die visjes. Dat is onze tuinenzingeving, wij dat zeggen. Ja, maar ook de visjes. Dat is echt voor hun alweer een nieuwe zin. Ik denk dat gewoon ook de kleinkinderen. Ja, en de kleinkinderen ook. Van de kleinkinderen. Maar ook die zingeving met het knutselen. En we gaan hier het gereedschap mooi worden. Dan moeten we nog een gereedschapband gaan maken. Ja. Dan hebben we een mooi overzicht. Die zitten niet thuis voor de geraniums, jouw ouders. Nee, maar dat vind ik wel heel mooi aan mijn eigen vader en moeder te zien. Van, blijf elke keer wel weer een nieuwe ambitie. Ja. En samen, hè? Samen. Ze delen dus zeg maar ook hun, hun interesses. Ja, mama ging mee naar Afrika. Het was eigenlijk meer mijn vaders passie dan mijn moeders. Maar later kwamen ze wel, maar ze ging gewoon mee. Ze zei wel, jij gaat naar Afrika, dan ga ik ook naar Afrika. Hoe lang zijn je ouders nou getrouwd? Mei zijn ze. Volgend jaar 49 jaar, nu 48 jaar, bijna 50 jaar. Ja, bijna 50 jaar in die buurt. Ja. Dus die hebben een heel lang ook al samen hun levensreis achter de rug, zeg maar. Ja. Waar we ook natuurlijk heel veel van mogen leren. Nog steeds nog geïnspireerd zijn hoe ze samen alles doen. Oh ja, absoluut. En nu samen weer in dat klussen campertje lagen vanochtend. Dat die levens, in hun pyjama. Dat is een heel smal bed. Het is zo'n bed als Luan. Ja, zo schattig. Ja, maar dat is heel leuk, toch? Dat ze gewoon doen. Ze zijn echt zo helemaal in elkaar verweven. En dat is gewoon. Ja, we hopen ook dat hun ook voor jullie kijkers natuurlijk een inspiratie mogen zijn. Ja, ik bedoel, je hoort toch vaak dat het toch niet helemaal goed gaat in huwelijken. En we moeten ook bij zeggen, huwelijken blijven hard werken natuurlijk. En dat hebben jouw ouders ook. Oh ja, absoluut. Die kippen lopen soms ook wel eens de camper uit, hoor. Maar goed, dat was weer een inspirerend ritje naar de supermarkt. Ja, ik zie nu trouwens dat ze de honden uitlaten. Lopen nu hand in hand door de Ford. Oké, wij gaan hand in hand met Lucius in de boodschappen. Ja, heel passievol. Dit was een fijn ochtendgesprek. Ja, let's go. Naar de supermarkt. Ja, dat is ook een leuk verhaal. Vertel je verhaal. De deur wil niet meer open, dus ik moet het raam open doen. Open naar doen? De buitenkant. En dan het raam weer dicht doen. Dan het raam dicht doen. Ja, de hendel van de ding doen. Moet ook met de fictie. Maar het busje is wel fijn om weg te doen. Dus geen probleem. Nou, we pakten en bezakt. Samen naar Lucius neem ik mee in het wagentje en jij moos op. Dat is het ook. Hij wordt gewoon steeds zwaarder. Een zwaar klompje gaat. Je merkt gewoon echt dat die Maxi Cozy steeds lastiger te tillen is. Nou, even gewicht even dan. Hè? Ja. Zo. Kijk, het mooie is. Weer. Je begint hier bij alle kleuren van de regenboog aan groen en fruit. Ja. In plaats van snoepjes. Ja. Het Sonja. Nee, het. Het Farah Bellinga die heeft. Oh ja. Weet je dat nog vroeger? Hè? Nee, dat wil ik niet. Ah, jawel. Slanke fit e-book. Slanke fit e-book. Bikini detox schuur. Fantastisch, hè? Nee, dan haal ik weer terug. En wie is daar weer wakker? Hé, vriendje. Ben je weer wakker, jongen? Ben je weer wakker?
Ja, ik ben in het kerkje even het brood aan het halen en het brood beleggen. En de salade, zegt mama. Maar kijk, ik heb het wagentje al vol. Zou dit maar even bij mama erin zetten? Ja. Ja. Boodschappen zijn. Nou, dus hier is. Ons wagentje is nu echt vol, hoor, vriend. Ja, nou past niet meer. Kijk, ik heb hier de broden. Beleg. En mama zegt, ach, neem maar een treetje rijst waar ons mee beschoot en een treetje melk. Dat scheelt weer. Dat scheelt weer, toch? Nou, mijn karretje is vol. Mijn karretje staat daar. Wat ik moet zeggen, kijkjes, wat zijn we weer geordend bezig. Je ziet het net niet meer. Nee. Nou, je zit er middenin, hè. In het midden, hè. Ja. Oh, nou, schat. Alles op de band, hè. Nou, dat is echt van ons. Vroeger waren we vlaggen, hè. En nu hadden we heel veel zegels. Dus nu, we gaan even... Ja, oma komt glazen mee. Ze nemen dus, even... Dus gaan ze voor oma's vragen. Gestolglazen voor opa en oma mee. Ja. Kunnen we ze nog net geven, opa, dat zullen ze nog zien. We krijgen hier gewoon de zegeltjes van alle mensen voor ons. Die mevrouw is er niet, ik had ook voor 150 euro. We hebben nou 1, 2, 3, 4, 5. We gaan er 5 vol krijgen. We zijn hier zo... Staan we hier met z'n tweeën te plakken. Maar dat deden we vroeger al. Vroeger deden we flyertjes, laten we zien. Ja. En nu doen we stickers plakken. Nu stickers plakken. Weet je dat nog? Even checken in de gifshop. Ja. Deden we vroeger. Oh, het idee, het is leuk dat je toch wat hebt gewonnen. Dat ja, maakt niet uit wat. Kom, je moet wel bijbetalen. Ja, dat maakt niet uit. Ja, mooie... bijna. Oma, we hadden ze al. Alleen oma vond ze ook mooi. Dus we dachten, nou, dan gaan we voor oma ook even plakken. Ja, dan gaan we ook wat servies sparen in de stal. Voor bij de barbecue. Bij de barbecue. Paard was in de stal. Kom dan hier nog een paar tekort. Heb jij nog een paar? Dan kan ik deze volgen. Ja, hier is. Oh. Die buurvrouw, 150 euro. Lucius wordt wakker. Ja, dat zijn er eentje. Lucius die denkt, wat zijn jullie allemaal doen? Papa, mama, al die stikkertjes aan het plakken. Schiet eens op. Ik wil drinken. Spelen. Ja. Oh, we zitten hier al echt serieus, nog 10 minuten al aan plakken. Ja, dat vind ik. Mag ik de helft doen, ja? Ja, hier is er zit er één op. Mm-hmm. Hier, heb je er nog één? Mm-hmm. Weer één vol. Bijna, jongen. Dan gaan we maar bijna klaar bij plakken. 1, 2, 3. Mag ik er nog eentje? Dat zie je. Die. Oh, deze. Een kaart erdoor. Ja. Dat is de bom, dat we echt betaald hebben. Hoor. Nee, we hebben ook heel veel gekregen van de mensen van achter ons. Die zagen ons plakken. Die nog even een lange plakken. Ik denk als je hier de hele middel daar staan. Ja, dan heb je zo een heel stapeltje vol. Hoor. Dan gaan we ze op marktplaats die kaartje verkopen. Ja. En dan maak je nog een kleine winst. Een winst ook nog. Ik heb het businessplan uitbedacht hier. Nee. Die voetbalplaatje staat allemaal maak voor de winkel. Maak grapjes voor jongens. Maak een grapje. Dat is wel even leuk. Dat is een leuk huurzootje. Nou, stikjes plakken. Precies één. We hebben er dus één. We wouden eigenlijk wandelen, maar we zijn de kinderwagen vergeten. Vier, dus daar is ons ooitje stikjes plakken. Zes. We hebben er 7 vol. Ja, deze en je hebt dus, je krijgt 2 glazen per 1 ding. Ja, dan gaan we dat even. Zijn er 14 glazen. 14 glazen. Nou, dan kan oma heel wat glazen in de kast krijgen. En die oude glazenkast in de stad. Ja. Zet er wel een keer staan. Nou. 7. Ja, nu ga ik even de glazen halen. Nee, ja, jongen. Jij denkt van mama. Mama, papa. Gaan we alweer. Even wat wil je ervoor hebben? 7 stickertjes. Wat wil je uitzien? Ja, oma vond die karaf is wel leuk. Ja. Dat is 1, toch? Ja. Samen met bijbetaling, ik weet niet of dat gelezen had. Ja, nee, dat is echt lekker. En dan hadden we die, wat is het? Die glazen, toch? Die glazen set, maar dan heb je verschillende. Ja, binnenin staat... De keuze is reuze. Oeh. Kijk dan. Ook vind je die ook wel mooi, hoor. Ja, dan doe van alles maar wat. We hebben 7 kaarten, dus we maken ook maak maar een mooi setje. Jij bent de expert. Zul je cadeaupapier? Deze. Oh, dit zijn gewoon de glazen. Ja. Dit zijn van die kleintjes. Ja, dit zijn weer glazen. Ja. Wijnglazen. Ja. Rooie wijn en witte wijn. Ja. Ah, kijk dan. Het hele setje gewoon compleet. Jongen, kijk. 7 zwelgaan. Leuk. Ja, dan heb je ze allemaal. Heb je allemaal. Nou, spaar ze allemaal. Nou, niet gesponsord overigens. Nee, niet gesponsord. Ik betaal er zelf bij. Nou, even de rommeltjes opruimen. Bolletjes voor de boekhouding. Jullie maken een grapje. Boodschappen doen we niet in de boekhouding. Nee. Zijn het hun de boekhouding en boodschappen aan de boekjes? Nee. Nou, dus we zijn klaar, jongen. We zijn in de treintje naar ons busje. Dan gaan we weer naar ons busje. We zijn niet op de fiets, hè? Dat zijn ze hier ook. Ben je op de fiets? Ja, dat past niet meer op de bakfiets. Ja, nou zeker. Je piept. Heb
je wat meegenomen? Heb je wat meegenomen? We maken grapjes, jongen, zeg maar. Een beetje melig in de supermarkt. Oh, wacht even. Mijn melk valt. Maar wacht even. Ik bedoel de pakken melk. Oh. Daan. Oh. We hebben extra weer meegenomen voor de voorraadkast. Nou, we hebben hier wat heel, 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 heel wat gestal weer. Kijk hier, de melk. Dit bedoel ik. Mijn melk valt. Oh, ik schrok al een ding, hè? Kijk, deze valt er bijna vanaf. Zien we als eerst pakken. Zal ik jouw melk maar even pakken? Ik heb een voorraadje meegenomen. Aangezien we best wel veel melk, er zijn houdbare melkpakken. Ja, de kinderen doen en ook zo'n smoothies. Ook met schuitjes. Nou ja, weet je, dat scheelt. Neem je gewoon nu zo'n treetje mee en heb je voor de hele maand, maanden, heb je gewoon weer beschuit en dat in huis staan. Dat scheelt gewoon heel veel. Aangezien we toch een heel grote opslag hebben voor de bijkeuken. Ik vind het gewoon fijn af en toe een grote voorraad weer mee te nemen. Want dat scheelt iedere week in de boodschappen. Dus je hoeft niet iedere week zoveel mee te nemen. Dat is een beetje het idee erachter. Volgende week voor mijn 50 euro. Volgende week maar 50 euro, ja. En als ik in de vingers heb, staat het in de keuken. In de keuken. Nou. Een plekje geven. Ja, zat. Samen zijn we sterk. Nou, mijn liefste. Ja. De deurbel gaat. We zijn bezig geweest met een heel mooi plan. Met Asker Reuzing om op groene energie met de zonnepanelen, ons huis, ja, en zo wat te gaan verwarmen. En daar krijgen we nu even wat spullen voor geleverd. Hopelijk volgende week plaatsen dat ons huis en het zwembad op de zonne-energie verwarmd wordt. Volgens mij kunnen we het hier wel even stallen. We zetten het droog onder de veranda. Kijk, en daar zijn de grote luchtwarmtepompen. Gelukkig heeft ze een steekwagen, maar die gaan dus op het dak geplaatst worden. Dat ze door middel van de zonne-energie, die gaat het huis verwarmen en die gaat het zwembad verwarmen. En dat is een nieuwe warmte. Ja, kijk, die gaan we hier mooi onder de carport zetten. Ja, opvang. Nou, en een luchtwarmtegenerator om het huis mee te verwarmen. Dus deze gaat het huis verwarmen en deze gaat het zwembad verwarmen. En hier gaan we het water in opslaan. Nou, op de zonnepanelen. Het huis groen verwarmen. Zo, ziet je wel in, Babsie? Gaan we nog even Luxie op aan. Dat vindt ze wel leuk. Zo. Nou, hopelijk komen ze het gauw aansleuten. Dan hebben we ons huis verwarmd op zonne-energie en het zwembad ook. En dan valt het dure gas af. Tot zo! Ja hoor! Dag, zie je weer. Gaan we naar huis. Wat een verrassing, hè? Yeah. Goed, opa, naast je zitten. Doet opa jouw gordeltje dicht? Dat kan opa wel, hè? Nou. Dat doet dat wel. Jawel, dat lukt opa wel, dat lukt, zeg. Die. Die. Yep. En een slotje. Dat is mijn zo. Zit je met een dikke binnen op een slotje? Ja, daar een slotje. Zo zit die. Dat is te beleven van. Leuk, hè? Ik zie ook wel oma ook zo. Ja, nou ja, daar gaan we dan. Oh. Ligt Lucille hier nog ook nog? Ja, Lucille die hebben we nog langer daar. Lucius ligt er nog. Nee, die is dan binnen. Oh. Oh ja, daar heb je gordel, zie je? Aan die andere kant, ja. Nou, en de taxichauffeur heeft jullie weer veilig thuis gemaakt. Nou. Gaan we even een kopje thee drinken en koffie met opa en oma? Voordat ze weer naar Hollywood moeten. Ja, die is al binnen. Tekening vergeten. Ja, helemaal luxe. Neem je woensdag die tekening mee. Tekening neem je woensdag mee, maar je hebt opa wel school laten zien. Ja? Ja, opa mag even de rest kijken. Ja, even de rest kijken. Nou, ga je even de koffiemachine aanzetten voor opa en oma. Haal jij oma op met opa? Ja, haal mijn oma op. Ga maar via de garage. Dan blijft het heus warm. Ik snij de visjes met open. Nou, ik heb even het glaswerk ooit de ouderhand. En dan ga je het glaswerk hier mooi in de drusvaarkast doen. Hallo, en daar is moeder. Heb je een sociale wandel? Ja. Kijk, we hebben nog een cadeautje meegenomen van jou en papa. Voor ons? Hoezo? Twee mooie kristallen wijnglazen. Heel wat geplakt. Kun je die samen drinken in de camper. Dank je wel. Kijk, we hebben de hele set compleet nu. Die hadden... Neem deze naar bij, joh. En ik heb heel veel glazen. Oh. En oma. Nee, niet. Laten we ze hier staan. Plakken, al die stickertjes en dingetjes. Zeg zelf het niet. Als ze zijn wel mooi, ze zijn wel mooi. Dan neem ik het toch mee. Ja, je mag hier ook bijna drinken. Maar... Ja, maar ik denk voor jullie, als jullie in de reden
Ja, we hebben er al vier, maar dan hebben we er zes. Mag ook wel. Like, nou, drinken ze hierbij. Ja, dat is goed. Mooi. Nou, oma, een kopje koffie dan maar. Hè? Nou, en wie is er nog het meest content met alle glazen? Waar heb ik een nieuwe hobby bij? Kristalsparen. Hij vindt het helemaal geweldig. Van onze kristalgast. Yes. Hebben ze een glazen. Het staat wel heel leuk. Champagne glazen. Ja. Die, en die. Ja, oh ja. En deze bellen. En dit is in Vegas. Ja. Dit is wel mooi. Dit wordt gewoon onze kristalglazen. Ja, er staan ook nog die mooie schoteltjes van de festival. Ja, weet je dit? Dat vertelde in de auto vanochtend. Ja. Of Luxie. Kijk, Luxie, weet je wat het is? Nog, dat we met opa en oma, toen Luan in de beuk zat, ze hebben naar Kaapstad geweest. Dat is een struisvogel-ei. Die hebben ze helemaal mooi geschilderd. En die staat als souvenirtje in onze dress of haarkast. Ja, ja, die hebben we nog steeds. Ja. Ja. Mooi, hè? Ja, zie je die kast? Nee, we hebben een mooi kastje ervoor. Nou, kijk eens. We hebben een lekker bakje koffie. Om het dan af te sluiten. En dan moeten ze weer naar Hollywood. Nou, was gezellig dat jullie er waren, lieve leutjes. Bedankt voor de gastvrijheid. Ja, bedankt voor jullie gezelligheid. We hebben weer plezier gehad. Tot de volgende. Opa en oma die pakken de camper in en die gaan helaas weer... Oh, we hebben wat vlekken op de lens. Geen gedruppels. Die gaan weer lekker naar huis toe. En ik ga even met Luxie iets heel leuks doen. Want in de vakken van de Lidl lag dit heel leuke tekenblok. Kijk, deze. En dan moet je krassen... Ja. En dan krijg je hele mooie tekeningen. Kijk, moet je deze even eruit halen? Uit het zakje. Nog even. Kijk. Oh, hier is niks. Ja, die weer wel. Even terug. Kijk, pak je de eerste bladzijde. Wat je dan gaat doen met deze pen. Zie je dat? Dat is mooi, hè? En dan kan ze zelf krassen en dan wordt het een hele mooie kleurplaat. Zie je dat? Dat is een lekker werk. Ja, dat is een lekker werkje, hè? Ja. Goed, zo. En ik zie ook nog toe. Ja, voor Lucilla had ik er ook een meegenomen. Deze van Veeje. En er staat nog een heel mooi boek over het heelal. Deze. De papa misschien wel leuk. Planeten, zonnestelsels en de Galileën. Galileën, is dat een woord? Ik dacht, dat vindt Luan wel heel interessant, aangezien hij nou met op school helemaal into de dat soort dingen is en zo. Dus deze heb ik voor Luan meegenomen. Ik dacht van, mooi boek. Kan hij ook weer helemaal zijn eieren kwijt. Mooi plezier. Interessante dingen erin. Mam, mooi plezier. Yes? Mooie prinsessenjuk. Ja. Heel mooi, liefie. Heel mooi. Nou, Luxie gaat even lekker het tekenwerkje maken. En er zat dan een croissantje op, hè? Ja. Net met oma. Ja. Ja. Nog één. Wil je er nog één? Ik had dan nog één voor jou. Nog een croissantje. Alsjeblieft. Mooi, liefie. Wordt heel mooi. Zo, ja, en ik ben weer lekker even in het washok bezig met alle was opvangen. Dit is de stapel voor Luan, Lucilla, Luxie, Lucius. En dit is dan de lichte was die ik heb gedraaid. Die moet ik zo meteen nog weer eventjes aan dit mooie wasrek hangen. En dan zijn we alweer aan het sparen voor de volgende donkere was. Maar dat komt een andere dag. En ik sta hier dus bij de oude kapotte warmtepomp. Deze gaan ze dus verwijderen met het oude warmtewateropvangvat. Dus dit gaat allemaal weggehaald worden. En dan hopelijk wordt dat nieuwe via het dak, worden die dingen erop getakeld, hier al geïnstalleerd. Maar dat krijgen we nog allemaal te zien zodra de experts dat komen installeren. Nou, voor nu eerst even de was doen en daarna alweer Luan en Lucilla ophalen van school. Kom maar. Kijk eens wat hier allemaal hangt. Wauw. Luxie. Luxie is weer bezig geweest, papa. Het heeft de hele koelkast hieronder geplakt. Straks met opa en oma heb je vijf kleurplaten. Ja. Het is kunst van Luxie dit. Heb je wat gedaan met een kraspennetje zo? Ja. Mooi hè? Is heel mooi gemaakt hoor. Kusje. Wow. Ze kan de split. Ja, heel mooi. En die is ook heel mooi. En dan. En och, kijk dan. Ja, en dan een pirouetje. Wauw. Oh, en een buiging. Ja? En een huppeltje. Kijk, nu mijn pinnen. Ja? Twee. Oh, mooi, liefie. Is dat de elfensprong?
Heel mooi. De hele dag is ze dit in dansen. Iedere keer zegt ze, mama even kijken, ik heb balletten. Heel mooi. Heel mooi. Onze kleine ballerina. En even dansen. En nu even dansen. Nu laat ze even dansen. Wat is dat liedje weer? Dat is mooi. Kijk, zo kan hij hem beter zien. Die is mooi. Ik vind het wel helemaal interessant, hè? Het is een beetje groot. Hier zo. Zo. Wat is dat dan? Een liedje zingen. Die is mooi. Hij begint nu zoveel meer te ontdekken. Kijk, hij kijkt helemaal ernaar. Zie je dat? En hij wil het vastpakken. Oh. Ik doe dat. Doe het liedje maar aan. Hoe gaat het liedje aan? En mijn huis. Ik wil uit en meer. Oh. Die is mooi, hè? Ach. Kijken dan, hè? Ja, wat is dat allemaal? Dat is de koe. Maar. Dat is de koe. Ik wil nu nog een dansje. Oh, wil je het dansje nog even afmaken? Ik wil nog even een appel. Oké, dan leggen we hem hier neer. Ik ben nu in de baan. Kippeltje. Er ligt veel meer op de boerderij. Wauw. Heel mooi, schatje. Nee, nog niet klaar. Ze is nog niet klaar. Heel mooi, Diffie. Die mensen zijn mooi. En nu? Ik neem haar. Ja, wat ga je laten zien? Nog even aan jou zien. Een verrassing laten zien. Luxie heeft altijd verrassingen. Ze zit vol verrassingen, onze Luxie. En Liefie? Onze Luxie zit vol verrassingen altijd. Jossie. Een verrassing. Ja. De 10, dan de 9. Heel goed. En dan? Dan nog een jasje. Dan hou je een verrassing. Oh, klein knorretje. Wat wil jullie hebben? Ja. Tada! De toren is klaar. En wat doen we dan als de toren klaar is? Omgooien! Moeten kleine praatjes maken. Wat wil je vertellen dan? Sterke Luxie. Heel sterk, schatje. Wat krijgt ze dan? Dit is zo schattig. Deze geluidjes kan hij echt de hele tijd maken. Deze geluidjes die echt die... super schattig natuurlijk. En in zijn gedachten heb ik het gevoel dat hij echt praat. Wat zeg je allemaal dan? Wat zeg je allemaal dan? Luxie heeft deze gepakt. Vind je die mooi? Vind je die mooi? Zo schattig. Nou, grote zus komt er gezellig bij. Oh, knuffel. Hij gaat dit tegen jou praten, ja? Oh ja, en de haren, ja. Ja, altijd in je haren zitten, hè? Korte haren. Ja, nee, dan krijg je korte haren, ja, als je het aantrekt. Krijg je korte haren, zegt ze dan. Ja, ga je ook gezellig kletsen? Ga je gezellig kletsen? Niet terug bij de oortjes, hè?
even zachter. Even zachter zetten. Ja. Super zacht. Goed zo. Hoe oh, misschien is? Ja, dit zie je. Echt zo pijnlijk. Oh ja. Yeah. Nou, knuffeltje van grote zus. Wat doe ik kletsen? Wat doet mooi? Hij praat echt tegen het poppetje, hè? Ja, wat is dat dan? Die beentjes. Die lekkere beentjes. Zo schattig. Kijk dan! Kijk dan! Ja. Zo schattig. En ook tijd om deze weer weg te gooien. Wie komen er thuis? Wie komen er thuis? Zijn je grote broer en zus? Hallo. Hey. Hallo. 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 Wel, hier is een Luxie gemaakt. Luxie. Hoe dan? Is er op de bar, Luxie. Heeft zij dit getekend? Ja. Ja. Ja, ga. Nee, daar hebben we. Priscilla. Mooi, hè? Ze zijn helemaal onder de indruk. Dit is Luxie gemaakt. Mooi, hè? Ja. Hm? En wat hebben we hier? Ik heb een, ja, ik dacht wel dat je dat mooi zou vinden. Is een, allemaal plaat. Is een boek over het heelal. Zie je. Kijk dan. Vind je dat mooi? Zie je. Ik kan deze doen. Jij mag die maken. Oh, ja. Wauw. Leuk, hè? Kan je een beetje leren over het heelal en de sterren en de maan en de planeten. Ik ga deze meteen doen. Ja. Ja. Was het leuk op school? Ja, zeker. Weer lekker gewerkt in de klas? Mm-hmm. Geschiedenis. Geschiedenis, kerel. Waarover? Over de jagers en de boeren. Lucilla, waar heb jij het over gehad in de klas? Ik heb gerekend. Gerekend? Mag ik zeg eens zitten. Ja, je hebt hier weer inzet. En ik heb geschreven. Geschreven ja. En gelezen? Ja, gelezen. Dus en we liepen een nieuw boek. Eerst hadden we een paars, toen een groen en nu zitten we in oranje. Een oranje boek, een boekje verder. Ja. Leuk om de vriendinnen weer te zien? Ja. Had iedereen leuk gehad op vakantie? Ja. Ja? Nou. Fijn om weer thuis te zijn. Ja. Hè? Nou, de meisjes gaan lekker kleuren. Ja, ik had voor Lucius een klein voelboekje meegenomen. Kijk. Ik kan die voelen. Ja, nu nog niet. Maar mam, straks zo voelen. Kijk. Dan kan die wel. 12 maanden. Ja. Dus ja. 1 jaartje moet hij. Ik vind het nu wel lekker om te voelen. Jongen. Ja. Ja, dat is een boekje voor jou, hè. Zie. Ja. Dat vind je wel een leuk boekje. Ja. Wauw. En dan zo. Hoe kan dit? Ja, dat is een goede vraag. Onder het zwarte. Dat zwarte zit dus die kleurplaat. En als je het zwarte wegkrapt, dan zie je dus eigenlijk de kleurplaat. Dat is het grappige ervan. Zo mooi binnen de lijntjes kras. Oh. Dan krijg je iedere keer een hele mooie mama. Kleur tevoorschijn. Wordt die mooi? Ja, maar dat duurt wel heel lang. Ja, dat is een lekker werkje. Een lekkere bezigheid. Met je tong uit de mond. Ah, Luan heeft ook een krasboekje gepakt. Die had er ik nog één. Mag. Ja. Ik heb allemaal van die paperclips. Ja. Die kan ik allemaal zo buigen. Ja. En dan kan ik hier ook mee krassen. Oh, oké. Okay. Kijk, je kunt het bijvoorbeeld zo doen. Ja. Of zo. Kijk, ik pak hem even. Zwart papier. Maar dit is niet zo eng als Lucilla. Nee, deze is weer net wat anders. Ja. Kijk, bijvoorbeeld dit. Hoe ziet dit eruit? Oh, moet je... Kijk. Hier. Hoe ziet het er? Oh ja, je hebt een soort disco zit eronder. Ja, glitter is dit. Glitter. Mooi hoor. En dan kan je helemaal vol maken met glitter. Ja. Ja, een tekening erin maken. Wat grappig spul. Maar je kunt ook helemaal vol maken. Ja. Het helemaal vol met glitter. Ondertussen zijn de kinderen nog even lekker een beetje aan het kleuren en het krassen. En zometeen heeft Lucilla eerst hiphop les. En daarna Luan weer hiphop les. Heb je er een beetje zin in? Ja, zeker. Wel weer gemist natuurlijk, hè? Dat was ik helemaal vergeten. Ja, je kwam op school iemand tegen en die zei tot straks op hiphop. Ja. Toen dacht je, oh ja, hiphop. Ja. Ja, dus dat betekent dat ik zo meteen weer even het eten ga maken. Dat we even weer wat vroeger eten. Zodat we eerst Lucilla kunnen wegbrengen. En de klas daarna is Luan zijn hiphop les.
En dan hebben ze weer lekker hiphop. Maar goed, dat zie je niet meer in de vlog, want dan hebben de VO al afgesloten. Dan is het alweer bijna avond. En zo vliegt de eerste schooldag weer om, jongens. Nou, wij hebben een beetje ons quality time momentje in de auto gehad. Daniel en ik met z'n tweeën weer sinds de vakantie. Boodschappen zijn weer lekker in huis gehaald. Stofzuiger is weer even door het huis gehaald. Wasjes die zijn weer bijna aan het einde van het draaien. En de kinderen zijn weer lekker aan school gegaan. Dus weer een prima start van een nieuwe schoolweek. Die natuurlijk weer begonnen is na de vakantie. Ja, dus wij sluiten deze vlog weer af voor vandaag. Zodat we lekker op tijd kunnen eten. En dus zometeen Luan en Lucilla naar hiphop kunnen brengen. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de... Dankjewel. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf niet staan.